De SP startte in het voorjaar met de campagne Wereld Delen. Westerse landen geven nu al zo'n 50 jaar ontwikkelingshulp, maar is dat nou allemaal wel effectief en komt dat op de juiste plekken terecht? Geven we misschien te weinig of is er wat anders aan de hand? De SP organiseerde een reeks van avonden onder het motto Wereld Delen langs universiteiten. En ook schreef zij een essaywedstrijd uit. Voor het beste essay kreeg je een rondleiding, speciaal in de Tweede Kamer. En Jo-Janneke, jij hebt de essaywedstrijd gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Kan je kort vertellen waar je essay over gaat? Het gaat over oorzaken van onderontwikkeling, honger en armoede. En ik heb in mijn essay mogelijke oplossingen genoemd. En ja, daar gaat wel zoveel over. Wat is volgens jou een mogelijke oplossing? Qua armoede heb ik genoemd dat er van meer geld vanuit rijke landen naar arme landen moeten gaan. En bijvoorbeeld Giro 555, dat was op zich wel goed. Maar ik heb daar in mijn essay aangestipt dat ik dat meer, dat landen dan meer denken van ja, Nederland heeft dat gedaan omdat andere landen het deden. Maar dat moet in ieder geval meer gedaan worden, vind ik. Er zijn millenniumdoelstellingen opgesteld, weet je wat het is? Nee. Het is een afspraak van landen waarin ze aangeven dat ze allemaal geld geven van de rijke westerse landen. Waarmee dan in ieder geval alle kinderen naar school kunnen en de armoede gehalveerd is. Maar dat gaan ze dus niet halen, die afspraken, omdat niemand gewoon het geld geeft. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik eigenlijk echt belachelijk, want mensen moeten denk ik meer gaan nadenken over wat voor problemen landen allemaal hebben. En ze zitten allemaal in een luie stoel en doen gewoon helemaal niks. En dat vind ik eigenlijk best wel belachelijk. Dus, ja. Je had ook nog een idee over de leraren. Ja. Vertel eens. Nou, ik had in mijn essay geschreven dat ik vond dat leraren uit rijke westerse landen naar ontwikkelingslanden moesten gaan om daar de kinderen les te geven. En dat ze dan van een half jaar tot een jaar, bijvoorbeeld tijdens een opleiding of voor oudere leraren gewoon daarheen gaan, dat ze daar les gaan geven. En dan gewoon dat de kinderen daar een eigen godsdienst moeten behouden, maar gewoon een stukje mogen meegenieten van het westerse onderwijs en dan een beetje basiskennis opdoen voor wat ze later een baan kunnen krijgen. Dus jij denkt dat de armoede vooral opgelost moet worden door onderwijs? Ja, eigenlijk wel. Want met een onderwijs, met goed onderwijs, kun je een goede baan krijgen en ga je dus meer verdienen. En ga je nou nog meer doen met je idealen? Ik ben nog een beetje te jong om nog iets, echt iets te kunnen. Ik ben nou 15. Maar als je zo'n essay kan schrijven. Ja, ik ben wel van plan om later nog wel iets te gaan doen in elk geval. En ik vind het toch wel heel belangrijk. Wat zou je willen worden? Nou, ik zit nu nog een beetje met studie geschiedenis om historicus te worden. En daar misschien, ja, weet ik niet wat ik daar vanuit kan doen eigenlijk. Dus. Waarom heb je eigenlijk besloten om mee te doen aan de essaywedstrijd? Ja, goede vraag. Ja, ik zag op de site zo'n mededeling dat er een schrijfwedstrijd van was. En ik hou sowieso heel erg van schrijven en dat doe ik ook vaker. En het leek me gewoon een leuk onderwerp om daar eens een keer meer in te verdiepen. En dat vind ik ook eigenlijk belangrijk dat mensen daar meer over gaan nadenken. Dus daarom heb ik meegedaan. En kunnen we nog meer op goede werken van jouw hand verwachten? Ik denk het wel, ja. Dankjewel. Okay. Honger, armoede en onderontwikkeling zijn problemen die niet goed op te lossen zijn. Deze onderwerpen zijn al jarenlang de oorzaak van vele discussies in vele landen, maar deze discussies hebben niets veranderd aan de situatie in nog steeds te veel landen. Dit essay schrijf ik niet omdat ik er verwacht de wereld mee te veranderen. Ik schrijf het om mijn mening uiteen te zetten en om te bekijken of ik de werkelijke oorzaken van dit internationaal probleem kan vinden en mogelijke oplossingen kan noemen. Het zal nooit lukken om alle leed de wereld uit te helpen. Maar we kunnen wel proberen om het leed te verzachten en de levens van miljoenen mensen wat beter te maken. Want een mens is geen mens als die de wereld niet een beetje beter probeert te maken.